Goedemorgen allemaal, het is vandaag vrijdag 28 april. Het is alweer bijna weekend. Ja. We zijn nu een week. Dat klopt, ja. Ja. Ja, we zijn vorige week vrijdagavond aangekomen en het is nu alweer vrijdag. Dus het is best wel hard gegaan. We zijn nu onderweg naar de Burger King voor een ontbijtje. Hoe kan het ook anders? Volgens mij hebben jullie niks anders gezien dan de Burger King de hele week. Daarna gaan we naar Sanibel Island. Dat is een eiland waar je lekker kunt wandelen en schelpen kunt zoeken en zo. En ik zal nog even kort aan jullie laten zien wat ik aan heb vandaag. Gisteren heb ik dit topje bij de Abercrombie gekocht. Dus die heb ik gisteravond aangehad en die doe ik vandaag weer aan. Dit broekje is ook van de Abercrombie. En ik doe waarschijnlijk even wat anders aan dan mijn sandaaltjes. En dat zijn deze slippers. En die zijn van Gap en die heb ik vorig jaar, of het jaar daarvoor, voor $2 gekocht. Nog 5 minuutjes rijden naar de Burger King, dus we zien jullie zo. Sanibel Island en onderweg moesten we over een hele hoge brug heen en we dachten we gaan eventjes stoppen, we pakken de drone uit en we gaan even lekker een stukje vliegen, want het uitzicht is hier weer prachtig en ik wil het graag met jullie delen. We zijn aangekomen op de eerste plek waar we gaan liggen. Dat is een strandje en het is op Captiva Island. Of is het heet Captiva? Is het nou Captiva Island? Ja, het is Captiva. Het is wel gewoon een Captiva. Eiland, maar ja, maar niet uit. Allebei. Het is in ieder geval gewoon een eiland en er zijn strandjes. En het is betaald parkeren. Dat is het enige nadeel. Het is $4 per uur. Ja. Best prijzig. Dus we hebben nu een uurtje erin gegooid. We gaan even lekker kijken op het strand. En dan rijden we waarschijnlijk zo meteen door naar Sanibel. Ja, klopt. En dat is verderop. Ja. Klopt het dan wat ik zeg? Dat moet wel alles. We rijden nu van Captiva naar Sanibel en Captiva was gewoon een heel simpel strandje eigenlijk. Waar heel veel mensen waren schelpen aan het zoeken, maar het was niet echt heel spectaculair. Dus we zijn heel benieuwd hoe het andere strandje eruit ziet. En als dat nou ja, leuker is, ja, dan gaan we daar lekker liggen, eventjes. En anders rijden we door naar Parfait Beach, weer een ander strandje. En anders rijden we weer naar een ander strand. Hoe moeilijk kan het zijn? Ik ben trouwens niet naakt hoor. Daar gaan we. Eerst nog even dit pad over. Geen idee hoe ver. Oh, het ruikt hier lekker. Ruikt heel lekker. Ik denk dat de restrooms net zijn schoongemaakt. Ik ook. Komt er eens een panter hierop? Ja, die video van die panter. Ja. Ja.
I did a little.